Monkey. Ruimte bij Beerde. En die kan hem ook goed afgeven. Kan ook zelf voor het schot gaan. En die gaat erin. Goeie goal van Ashley Beerde. Is maar ook echt een goede goal. Echt een goede goal. Zo antwoordt Ajax dus weer. Hoor dan. Beerde geeft voor, dat is laag over de grond. En dat is naar de goede hoek. Dat is in dit geval voldoende. Beerde. En dan alsnog de kans voor. Wat doe je als je de creativiteit van de Pelova moet missen? Nou, bijvoorbeeld vertrouwen op de acties van Ashley Beerde. Ze wordt op pad gestuurd, omspeelt de ADO-verdediging en houdt het over. Beerde. De Graaf voorbij, voorzet geven. Hoek. Beerde. Kwam vorige zomer over van Heerenveen. En daar de 0-3. Stadion. Ashley Beerde haalt maar eens uit. Schitterende goal. Ashley Beerde versnelt langs Don. Hij mag dan zo de achterlijn halen. Dat is een uitstekende actie van Beerde. En na 9 minuten staat Heerenveen met 2-0 voor. Uiteindelijk de landstitel opleveren. Grant kan daar. Duel met de Tiemens. Voorzet van Ashley. Beerden is er langs. Weerman. Daarom in ieder geval ook Isabelle Hoekstra gaat komen als Ashley Beerden. Hier heel simpel. Veel vaker, daar ook een stuk beter doelsaldo. Als het euvel van Ajax ook tegen PSV in de eerste helft. Hier gaat Hoekstra. Beerden. Legt hem erin, het is 1-1, Ashley Beerde. Een van de spelers die het minste last lijkt te hebben. Het laatste doelpunt in de Eredivisie. In het seizoen 2018-2019. Dan scoort ze weer eens. Dus.